PDA-kabbalal. Moet mijn naam is Bea van den Berg, ik ben de gastvrouw van vandaag. Ik mag ook een presentatie doen. Bijzonder evenement. Ik heb er bijna niet van kunnen slaan. Ik weet niet of jij ook niet. Nee, spannend hè? Oh, ik dacht, waar moeten al die mensen die vandaag hier zijn, waar moeten die vandaag hier? Ik dacht, oh, wat een prijs. Zijn wij het? Zijn wij het? Ik zou in ieder geval heel erg leuk om jullie zijn. Het is inmiddels weer de derde editie. Jullie zijn gekozen door het publiek. Dus ja, wie het dan geworden is, heeft het publiek bepaald. Nou, vorig jaar zaten we in de Roerhaus, dat was mooi. Maar ik moet zeggen, jullie hebben wel echt een prachtige ambiance voor deze verkiezing. Want vroeger sliep je gewoon de koninklijke gasten. Ons Beatrix die zit zeg maar bijna op een hoek. Dus ja, mooi, kan het bijna. Zijn er tussendoor vragen, wilde echt iets heel erg graag delen, dat mag altijd. Maar we gaan toch beginnen met de reden waarom we hier begonnen zijn. Natuurlijk, de spanning stijgt. Fitnessclub van het jaar. Ik ga beginnen met de provincies. En zo dadelijk noem ik de provincie en dan mag die persoon naar voren komen en dan... Gaan we ervoor? Heb ik een beetje zin in, of niet? Ja, oh, ik heb net koffie op en heel lang op de auto gezien. Gaat heel goed. Ik ga de eerste provincie doen. En mag ik een muziekje, want de eerste provincie komt eraan. Ik heb niks aan sporten.
En daarna raak ik verslaafd als deze Ik zie jou liggen. Toch wel. Maar ik vind het zelf ook leuk om iets te doen. En dan is het allemaal gesimuleerd. Ja. Ik sport ook niet zo gek vaak, maar toevallig ben ik afgelopen maand voor het eerst gaan sporten. Dat deel ik nu met jullie. En heb ik weer grit. Oh, ja, 4 dagen kunnen lopen. Ik weet niet of jullie weten wat grit is, maar 4 dagen kunnen lopen. Nou, ik ga over tot het officiële moment. Dames en heren, 2014. Provincie Friesland, dat mag verklapt worden. Nou, hartstikke goed. Succes gekregen hebben. Nou, bent u maar toch. Nou, die mag je mee naar huis doen. Top. Nou, dank prinses. Geef het heel toch niet naar mijn chef, hè? Oh, nou, dan gaan we verder met de provincie. Die is aanwezig. We gaan verder. De spanningstijd. Voor provincie Gelderland heeft gewonnen Health Club Heijenoord! Yes! Ja, ja. Niemand hoeft niet tegen een bodybuilder binnen te komen. Nee. Mag ook niet met een brilknop
allemaal goed slecht. Ja, alles goed. Zumba, cha-cha, moeilijke namen allemaal. Maar goed, we gaan over tot officiële moment. Nou, wie geeft het dan? Geef het aan. Het officiële moment. Provincie Limburg, de winnaar. Met bijna. Van harte gefeliciteerd. Dank u wel. Krijgt u het bijna. Dank je wel.
1999 dacht ik in een klein zaaltje. Met 25 mensen dacht ik, ik ga iets anders doen. En ik wilde eens geven. Want daarvoor deed ik handen. Ja, ik heb nee, daarvoor in het handen ook een vak zo. Exact. Ik dacht van nou, ik. En dit is eigenlijk hetgeen waarbij ik het meest. Mijn plan nog het meest voelt is dat je eigenlijk weet hoe je mensen echt wel moet gaan. Dat is wel dertig. Ja. Ja, maar dat. Dus binnenkomt dat je gelijk een warm gevoel krijgt van hé, dat wil ik. Dat doen ze bij jou. Ja. Ja. Dat doen ze bij jou. Ja, maar dat doen ze bij jou. Ja, ik ben wel heel blij dat ik het niet maar het is. Oh, ik denk dat het leuk is. En dan heb je natuurlijk wel tegenwoordig een onderscheid maken. Bovendien clubs en clubs bezielingen, zoals mensen die hier zitten. Voor iedereen is het heel anders als de voorstelde ketens er zijn. Van zo'n health city. We hebben drie health city in afdruk. En die hebben helemaal niet, die hebben nog geen stem gekregen. Bij jullie? Nee, ze hebben maar een afdruk. Ja, ik zie het afdruk, er zijn 145.000 inwoners. Er zijn 26 clubs. En wat mij verbaast is dat er heel weinig clubs echt mee moeten in de gasten. Omdat er blijkbaar in die club niet zoveel mensen zijn die ze altijd goed kunnen. Maar jij inspireert zo. Ja, niemand die moet bij zo'n beetje handig. Zo, hand op de weg. Ik ben hier met een aantal hypertjes rond de zaak. En iedereen stil gewoon. Ja. Ja, dat komt dan op, maar ik denk als ik jou spreek, dat komt dan ook bij een band met z'n allen. Ja, ik ben het zo graag bij mensen die al 15 jaar geleden in de band zijn. Ja, we hebben bijvoorbeeld de verjaardag gevierd van ons oudste lid, Peter Bergen. 35 jaar is dat meen je niet. En sport nog steeds twee keer per week. Echt waar? Dat zijn we wel aan het doen. En wat doet zij dan? Ja, ze sport gewoon twee keer per week. En is niet meer zo. Als het om van 50, maar als je er ziet wegen, dan denk je, nou, als ze 70 is dat ook dan. Ze lopen rond en kracht toestellen. Ja, dit is mijn voorbeeld. Ja, ja. Nou, ik ben helemaal heel erg vandaag volgens mij. Of ze hebben er weinig gebruikt. Wij gaan over naar het officiële moment. Maar ik snap zo, ik vind het leuk. Jij bouwt volgens mij ook zo'n wandel met jouw. Ja, natuurlijk kunnen ze overal krijgen. Ja, dus ja. Ik denk dat dat zo is. Ik denk dat je krijgt. Daarom krijg jij nou dit van mij uitgebreid. Dames en heren, een dagend applaus voor de provincie Noord-Holland. Jeroen! Nee, ik wil het niet. Nou, ik vind het zo. Ja. Binnenkort bij Sportcom als je dat als model.
Dus het gevoel hebben van, oh, dus ja, ze zijn blij dat ik weg. Hetzelfde is in de lucht. Ik denk dat ik weg. En hoe lang is het staat deze? Is het weer 50 jaar? 50 jaar ook al? Ja. Dat vind ik ook. Ja, ook met plezier.
Voor jou is het niet, hè? Ja, het hoort bij eigenlijk bij het in de leven. En je leven wordt wel bij. Ja, we zijn bij dit seconde. Ja, nou, super. En jullie? Jullie zeggen, ja. Wat kan je dan? Yeah.
maar voor de budget. Dat doen wij niet. Nee, dat was eigenlijk dus kwaliteit. Ja, zo een aandacht van het thuis, zo'n verklaring, sfeer, mooi, spannend. Ja, je biedt toch meer. Ja. En dat is ja, dat blijkt. Dat is jouw hier verkocht. Dus op vol trots naar de overal mee. Ja, ja. Nou, hartstikke druk, gaan we op het officieel moment. Ik ga toch zoenen. Ja, van harte gefeliciteerd. Samen met één keer applaus voor de winnaar van Duivenbos. Dat je de grinniken en dan had ik dat
voor en de achter een stukje plakken met de tekst. Ik hoor niet naar de zaak om te stemmen. En ja, wij zijn echt een ring. En waren er alleen dat die dat deden? Nee, wel met personeel. Met personeel. Het filmpje was met personeel. Ja. En aan het einde van de stem op ons. En, bij de finale van zo'n filmpje gedaan met aan de lezers. Oké. En dat was wel heel erg. Ja, ja. Goed idee. Ja, goed. Ja, goed. En ook heel veel feesten gedaan. Ja, ja. En hoe laat zijn we samen? In Tilburg zijn we vijf jaar. Hier hebben we in de Tilburg zijn we vijf jaar. Leuk. Leuke mensen. Ja, ja. Dat is zo. De vermoeden had ik. Ja, ja. Ik wil ook heel even het podium hebben, om vanuit de organisatie ook een klein woordje te richten.
Stalen Plein en vandaag gelegen met Noord Wijk. De derde editie van de Stedelijke Club voor de Duitse Turisme hebben georganiseerd. En wat we gemerkt hebben is dat in de loop der jaren, de derde editie, dat er steeds meer fitnessclubs zijn aan meedoen aan de verkiezingen. Dat is natuurlijk erg goed om te zien en erg leuk. En dat er ook steeds meer stemmen ieder jaar weer zijn gehaald. En dit jaar zijn er weer meer stemmen uitgebracht dan vorig jaar. Dus dat is echt super goed. En nou ja, ik vind het erg leuk om het enthousiasme tijdens de verkiezing te zien. En heel veel ideeën, vragen, plannen. We zijn er heel erg blij mee. We gaan ook nog een enquête naar jullie allemaal toesturen. Zodat we met elkaar ook weer die verkiezing ja, een stapje beter, groter, leuker kunnen maken. En ook daar kun je al je ideeën kwijt. Een van de dingen die wij zelf hebben gedaan, en vandaar ook even dit moment van aandacht, is dat wij hebben gedacht van ja, de verkiezing, hè, hoe wordt die nou mogelijk gemaakt? Deelname voor alle fitnessclubs is gratis. Dat willen we ook graag zo houden, want we vinden eigenlijk dat het een verkiezing moet zijn voor iedereen. Het moet geen drempel zijn qua financiën om daar eventueel niet aan mee te doen. En we hebben dat de afgelopen jaar gedaan door de consument te vragen of zij van partners e-mailnieuwsbrieven willen ontvangen. Heel veel consumenten vinden dat prima. Het is ook niet verplicht, hè. Ze mogen ervoor kiezen. Maar we horen ook wel eens van fitnessclubs. Of van consumenten, van ja, eigenlijk is het vreemd dat die vraag ertussen zit. Houd ze op, nee, wil stemmen, dan krijg je ineens. Nou, wat wij nu aan het doen zijn, is de verkiezing is aardig gegroeid. Er is echt behoefte aan bij fitnessclubs. Dus dat wij nu dringend en heel hard aan het werk zijn om daar partners vanuit de branche bij te brengen. Die dus de verkiezing mede mogelijk gaan maken. Zodat de verkiezing enerzijds gratis blijft voor jullie allemaal, zodat jullie ook je nut daarvan halen vanuit zo'n titel. En tegelijkertijd dat wij het voor de consument ook weer een stapje makkelijker kunnen maken in het stemmen. Nou, we willen jullie heel graag vragen om mee te denken wat voor soort partijen wij zouden moeten gaan benaderen. Misschien hebben jullie zelf leveranciers waar je een hele goede relatie mee hebt. Dus dat kan iemand zijn die de apparatuur levert, dat kan ook iemand zijn die de koffie levert. Noem maar op. Nou, wij zijn in contact gekomen met Ricardo van Duidelijk P. Daar gaan we nu naartoe. Want ik ben bijzonder blij dat we dus de eerste partner voor de verkiezing aan jullie bekend kunnen maken. En dat is Direct Pay. Een groot applaus ervoor. Ja, dan heb ik de volgende vraag aan jou. Mag ik dat nog even? Ja. Waarom Direct Pay pagina van verkiezing? Van verkiezing of van deze? Van deze. Nou, in ieder geval, ik weet niet of jullie met de landelijke verkiezingen mee doen. Nou, voor de regering. Nee, het zou leuk zijn als wij mee doen. Ja, dan zou het toch wel een toegevoegde waarde zijn. Maar dat niet. Nee, waarom deze verkiezing? Wij zijn 3 jaar geleden als organisatie, dus daar de twee organisaties zijn bij de sportbranche die geholpen eigenlijk. De basis was eigenlijk de sportvereniging, de visualiseerde sportscholen. 3 jaar geleden dat ik daar een kon werken, was de behoefte bij sportverenigingen heel erg aanwezig. Ik heb dingen meegemaakt bij sportverenigingen, bizar, het zijn allemaal vrijwilligers. Dreigementen van teddymeesters, dreigementen van kinderen van teddymeesters. Ik heb dingen meegemaakt die echt bizar. Even voor de goede orde, daar is geen kassenbureau. Dus de mensen denken, sportschool-eigenaren worden gedeeld, dus benaderd in de kassenbureau. Wij zijn geen kassenbureau, we zijn een full-service kennisinformatie. Enfin, wij zijn die sportverenigingen in de wereld zijn daar niet gerold. En links en rechts ook wat sportverenigingen geadviseerd en geholpen. De ene grootste turnvereniging van de Nederland is, komt bij daarop weg. En zo zijn we eigenlijk bij de ondernemers terechtgekomen. Het leek niet, we weten ook de ondernemers. Oké. Ja. En waarom nu deze verkiezing? Enerzijds, ik woon zelf in Zoetermeer. Het stond op een streepband, het voorpagina, dat een club bij ons in Zoetermeer ontzettend trots was. Dat hij was uitgevoerd tot gemeenteleraar van Zoetermeer. Nou, dat viel me wel op. Dat is een van mijn accountmanagers dat zei: interessant. Interessant dat je daar een partner van moet worden. En wat is Direct Pay dan voor organisatie? Wat ik zei, we zijn een full service academy met elkaar gebruikt, dus het is vakjargon. Ja, dan weet je een sweet link. Nee, wat wij doen is wij ontzorgen de fitnessclubs. Wij garanderen abonnementsgelden, dus inclusief van abonnementsgelden. Vandaar dat heel veel mensen binnen dat wij in de kassoen wel eens zijn. Maar dat zijn wij niet. Wij kopen in één keer netjes kopen en dan garanderen ze op een jaar abonnement. Dus wat proberen wij dan samen met de clubmanager te doen? Echt een samenspel tussen de fitnessclub en daarmee PNL, onze organisatie.
is dat de debiteur vriendelijke methodes, de automatische kassa, de debiteur het keer achteraan. Wij komen dus bij Postcode naar de spinningleraar of de Zoomba-leraar recht met debiteuren weer en wij niet. Ja. Die mensen moeten inzetten om lessen te geven. Iedereen moet doen wat hij doet. Iedereen moet doen wat hij doet. Wij zijn debiteur. En ja, wat kunnen jullie dan betekenen voor zo'n nou, het volledige 100% ontzorgen. Dus we geven de debiteuren terecht bij de sportschool weg. Dat doen we ook met die samenwerking met de sportschool. Dus niet zo dat de sportschool zijn debiteuren en ook de automatische kassel op ons laat doen. En denk ik heb geen grip meer op mijn leven. Nee, dat doen we juist samen met de sportschool. Ervoor zorgen dat de sportschool groeit. Ja. Wij zitten er niet op te wachten dat de club met 2200 leden door met ons te gaan samenwerken naar 1900 leden gaat. Nee, ik denk juist dat we 3000 leden hebben. En doe je alleen dat we met elkaar samen. Ik denk duidelijk. En kunnen ze gewoon van mij naartoe stappen? Kunnen ze van mij naartoe stappen, ja. We hebben, dus, we hebben voor de winnaars van de provincie-winnaars. Ja, voor alle winnaars. Alle provincie-winnaars hebben wij een banner laten maken. Die de club kunnen neerzetten om vol trots te laten zien. Dat jullie inderdaad een provincie-winnaar zijn. Ik heb bij mij in de gemeente zitten neergelegd dat de trotsheid er echt is. Dat vind ik heel leuk, dat zie je ook aan de mensen die er gewoon zijn. Dat mensen zijn trots op hun club, trots op hun leden. Dus ik heb voor iedereen heb een banner klaarstaan die we mee kunnen nemen en vol trots in de club kunnen neerzetten. Dan voeg ik even iets aan toe, Kamer. Het is niet de bedoeling dat ik daar als gek ga rennen en de dingen meetrek. Nee, want die is van ons. Dat is daar hoeft niet. Straks, als jullie naar terug gaan naar huis, dan staan die netjes beneden ingerold, kunnen we zo meenemen. Ja. Toch? Ja, ik denk, zeg het even bij, want iedereen denkt, oh, dat is de gemeente. Ja. Wil jij nog iets anders? Ja, behalve gefeliciteerd. Ik denk dat het duidelijk is dat, en ik moet hier om de branche steken, de branche heeft het zwaar. De fitnessbranche heeft het zwaar. Ik kom bij heel veel sportscholen in heel Nederland heen. Van Groningen tot Zuid-Limburg, van Zeeland tot Overijssel. Er zijn scholen die heel erg zwaar en scholen die het heel erg goed. Maar wat ik vooral gemerkt heb, vooral de clubmanagers en ook de eigenaar, is dat ze met passie in het vak bezig zijn. Dat is mooi vind. En vandaar dat ik ook heel veel plezier in deze branche heb. Het is eigenlijk gewerkt. Ja, nou ja, goed, ik train zelf al vrij lang. En ik heb bij heel veel sportscholen, heel veel verschillende sportscholen gezien en getraind. En ja, het is gewoon leuk om te zien hoe die ene sportschool doet en die andere sportschool doet. En ik wil erbij nadrukken dat wij ook in het veld partners hebben. Partners waar we mee samenwerken, denk aan marketing. Dus als een sportschool het zwaar heeft, wat ik daarin meedenk, het gaat verder dan alleen maar het zorgen voor de debiteuren. Dus meedenken. En ik denk aan partners in de marketing. Ik denk aan partners in de voedingssupplementen waar we ook weer actief zijn. Niet dat wij zelf voedingssupplementen verkopen, maar webshops van voedingssupplementen verkopen. Sportgerelateerde bedrijven waar je weer wat aan kan hebben. Dus dat is gewoon iets van. Hartstikke. Heb jij er nog iets aan toe te voegen, Marcel? Nou ja, nogmaals, denk ook met ons mee als organisatie van welke partijen gaan na Direct PO partner worden met de verkiezingen. En dan zien we elkaar volgend jaar weer als deze locatie of een hele andere mooie locatie. Geniet van deze dag en voor jullie people. Heel erg bedankt. Nou, dan kan ik even. Promotiemateriaal snel te krijgen. Jij was altijd voor fitnessclubs. En
die ze altijd hebben geholpen om de verkiezingen succes te maken. Dus het is een kleine bosbloemen, maar wel een groot hart en aan heel veel mensen. Dank je. Nou, hartstikke leuk.
schouders kijken en een beetje erbij. Ik zie hem in één keer, weet je. Ja, ik vind jullie echt heel goed. En een beetje en een award. Ja, leuk. Dat is goed, maar ook nog mee. Dankjewel. Nou, dankjewel. Toch? Ja, nee. En straks ook nog een banner niet vergeten. Nee. Ook nog. Ja, feest. Dat was de winnaar van de kleine Keter Award. Dan gaan we verder. Ja, dan gaan we naar de winnaar van de grote keten award. Wie zou dat verwachten? De winnaar van de grote keten award 2013-2014 is gewonnen door Fit Lady! Yeah! En die geeft dan jou. En dan gaan we allemaal helemaal inschrijven. Ik wil jullie een
Dat kan ik heel erg allemaal. En ik heb een hoop. Mooi, mooi reis. Dan hebben jullie toch een hoop mensen, dames gehad die echt heel veel enthousiast over jullie zijn en gestemd hebben. Nu gaan we naar de laatste, die staat hier. Daar staat op fitness van het jaar, die is een landelijke winnaar. Dus we hebben echt heel veel mensen opgestemd. Het geld gaat naar onderzoek.
Ja, ja. Dan gaan we eens kijken. Want het veld is wat druk is. Ik pak de shape erbij. En dan zou het natuurlijk wel leuk zijn als we zo'n spannend muziekje kunnen krijgen. Zodat we kunnen zeggen, we hebben het contract. Wij zijn het af. En het bedrag van spieren voor spieren is geworden, Alexander. Thank you.